Hallo, welkom in deze nieuwe video, welkom bij mijn donkere intro, sorry daarvoor. Ik ga vandaag naar Beerschot tegen Beveren en volgende week naar Beveren tegen Lierse SK of Lierse gewoon, ik weet niet meer tegenwoordig. Die zijn ook allemaal failliet geviseerd. Maar in ieder geval, ik ga straks naar het Olympisch Stadion. Eerst ga ik langs mijn stamkroeg in Antwerpen en dan gaan we helaas in Beerschot vak zitten. Want ja, de uittickets voor Beveren waren uitverkocht. Ik ga met een vriend en die vriend is wel voor Beerschot. Dus hij gaat voor Beerschot juichen. Ik ga stiekem voor Beveren juichen. Let's go. Dit keer zijn we wel op tijd binnen. Dit is het stadion van de andere kant. Ik hoop dat het van binnen wat beter gaat zijn. Deze stoeltjes zitten trouwens echt gewoon fucking goed. Ik zeg geen plastic stoeltjes, maar echt gewoon beter. En daar zitten de goede supporters. 32, Jakos Filipovic. Voor jij van deze wedstrijd? Top, maar spijtig dat Beerschot verloren, maar ja. Dat is goed, dat is goed. Ik kwam wel mensen moeilijk tegen ons doen omdat ik heel veel Beveren filmde, omdat een paar vrienden van mij zaten in het uitvak, waar ik ook graag wou zitten, maar goed. Ik kwam mensen een beetje moeilijk doen, maar goed, maakt niet uit. Op naar wat eten of drinken, dan op naar een club. Dat is wel leuk. Welke club is het eigenlijk? Welke club? Ja? Club Carrier. Dat is goed. Ja, ik ken de naam al, maar ik was hem even vergeten. Ja, ik had hem ook. Het is koud, mijn brein werkt niet meer, maar goed, let's go. Wat vond je van het restaurant, Yusri? Het is een heel goed restaurant. Het was wel lekker inderdaad, maar ik ben helemaal vol. Ik ben echt zo vol, dat is niet normaal. En dan nog gaan drinken, dat is geen goede combinatie, maar goed. Daar is de carré. Wij staan hier al een uur in de kou te wachten voor deze club. Omdat vrienden van ons die zitten in die file en gaan niet vooruit. Die zitten letterlijk al een half uur of 40 minuten gewoon in die rij aan te schuiven. Het is koud, het is verschrikkelijk. Hey.
De club die stroomt langzaam leeg. Het was er net echt veel te druk, maar drukker dan normaal blijkbaar, want het is mijn eerste keer in Carré. Maar nu is het al safar. Maar ja, we gaan weg. Dus... Net nog eventjes goed gedoucht, wakker geworden, gisteren een leuke avond gehad. De club was best wel leuk, alleen heel druk, dus dat was iets minder. Maar op het einde was het wat, ja, wat minder druk en dat was het wel leuk. Ik vond het wel een toffe avond. Beerschot Bever was ook wel heel leuk. Maar ook mensen, zoals ik al zei, aansproken van oh, ga nou aan mijn eigen vak zitten of zoiets op zijn Antwerps. Maar ja, kijk, ik ben maar een lichtelijke Beveren supporter gelukkig. Plus groundhopper. Ik kom gewoon op voetbalwedstrijden eventjes om voor het plezier te kijken. Ik bedoel, als ik het uitvak film, dan doe ik het voor de video of dan doe ik het omdat vrienden van mij daar zaten en dat vroegen. En niet omdat ik per se in een thuisvak ga zitten om voor een andere club te supporteren. Ik heb niet gejuicht, niks. Ik heb ook geklapt voor Beerschot bijvoorbeeld toen ze een mooie kans hadden. En stiekem ook geklapt natuurlijk voor Beveren. Maar goed, volgende week. Beveren tegen Liersen, dat was het. We zijn nu onderweg, het is een andere dag, naar het stadion van Beveren. Freetiel, de mooiste club van het Waasland natuurlijk. Nou, mijn lievelingsclub is Anderlecht in België, zijn al helemaal. Maar Beveren heb ik ook wel sympathie voor. En ik ben ook wel een beetje Beveren supporter. Ik moet mijn tickets ophalen aan het onthalen, want mijn tickets aankoop is niet gelukt. Of half, dus moet die gaan ophalen aan het onthaal. Kijken of dat lukt. Let's go. Het is eindelijk gelukt met mijn tickets. Ze konden me iets niet vinden. Lokeren, ja, dat is Loker Temmes geworden. Maar die zijn inderdaad de grote rivalen van Beveren. Maar ik heb mijn tickets dus eindelijk gelukt. Ze deden even last omdat ze hem niet konden vinden. Maar ze hebben het gelukkig gefixt. Dus vriendelijke mensen. Top. Deze avond allemaal kop. Heel vroeger. Like. Yeah.
VIP-ruimte. We zijn nu onderweg terug naar Antwerpen, Beveren. Het was heel leuk. Ik heb gezongen, ik heb gesprongen. 90 minuten. Nou, oké, ik heb niet 90 minuten lang gezongen en gesprongen. Maar wel heel veel. Hij is nu aan het rijden. Je ziet het heel slecht. Maar wij gaan terug naar Antwerpen. Let's go. Frieten in de auto. Weg naar Antwerpen. Okay. You can cut it. Later. Mag ik een foto maken? What's your name? Dat is Isha. Isha. Ja, Isha en Milan. Woohoo, couple goals. Uiteraard hebben we alles netjes weer op een plek gezet. Wij slopen geen dingen. Wij gedragen ons. Alles goed? Ja, ze was er. En bij ons wel. We gaan naar de Havana, een van de Latina bar of zo, maar. Latina bar. Latina bar. Maar ik zit ook al Voor de rest, het was een hele leuke tijd bij Beveren. Ik heb 2 hele leuke wedstrijden meegemaakt. Ga ook zeker eens een keer naar de wedstrijd van Beveren. Of ga naar je lokale club. Ook al is het een kleine club, ook al spelen ze in de tweede divisie, ook al spelen ze zelfs amateurs. Support your locals. En je kan best wel voor een Ajax, Feyenoord, PSV, Anderlecht of wat dan ook zijn. Maar support ook eens een keer een club bij jou in de buurt. Alles is een amateurclub. Ga er zeker heen. En bedankt voor het kijken jongens. Like, abonneer en tot de volgende keer.